This is just between me and Frank. All I want is a fair fight. Then what are you doing here? Let him to hell! I'm not a violent man. I usually work with numbers. But now I'm standing here in front of you to shoot you dead, Frank. The Lord's name in vain. The devil has got you, boy, but I'm going to cleanse you. Sorry, Uncle Peter, I didn't mean to say it. This isn't an act of hate. God is a cruel master. But through pain, he shows us his love. Was in God's hands for a minute. He must have sent you back for a reason. We can't predict God's plan for us, but someday it will all make sense. And what did he tell you? That I should stab you in the heart. Die kopen we uit. Geen idee van de werkelijke waarde van de woning. Geen idee. Soebers. You owe me big time, mister. I'm already eating my own shit. I want to be in the prison. Human centipede. Ha! Wait, can't we use him in the media conference? I don't want anyone liking this! Het woord van die hele poeschadistische beweging is ook niks meer. En terecht. Maar de zwarte negerin is toch beter dan de bruine. De heer Lamberts is psychotherapeut. Ja, goeiedag, Sander. Ik ben alleen gevallen, dus daar heb ik geen therapeut bij nodig. Een aantal mensen heeft u in verwarde toestand in het park gezien. En u weet niet meer wat er is gebeurd. Ja, u wil alleen zeker weten of u in staat bent om naar huis te gaan. Ja, natuurlijk wel. Ik kan toch lopen? Weet u nog wat er gebeurde voor u viel? Had u ergens pijn of schrok u ergens van? Ja, heer, het spijt me wel, maar ik heb hier echt geen tijd voor. Zou u me eventjes willen excuseren terwijl ik me aankleed? U begrijpt, denk ik, de ernst van de situatie niet helemaal. Wat er met u gebeurd is, dat kunt u niet zomaar naast zich neerleggen. Nee. Ik neem mevrouw heel even mee naar de wagen voor controle. Mevrouw, loopt u even met me mee? Kom maar. Wat is er gebeurd? Ze wil er niet over praten. Zo, dat is lekker warm. Nou, oké, mam, dan brengt Winnie je zo naar huis, ja? Ja, in principe kan ze gewoon naar huis. Niet naar huis! Ik wil niet naar huis. Arend mag hier absoluut niets van weten. Doe maar rustig. Neem alleen nog even bloeddruk op en dan komt het allemaal. Nou ja, ze kan ook wel met mij mee naar huis. Prima. Hoor je dat, mam? Ja, bitte. Reiter, guten Tag. Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Voller. Ich bin Kommissar Kranz. Könnten wir kurz reinkommen? Natürlich. Treten Sie ein. Danke. Heiter?
Denise. Ik mis nog Denise Leendertz. Die is er niet. Oh, oké, prima. Doen we het gewoon zonder. Mevrouw, als u uw hand hier wil houden, is de koude kant. Ja, meneer, u moet weten, mijn schoonmoeder is een hele warme vrouw. Ja, iedereen klaar? Hallo, moeders. Naast mijn dochter. Daar gaat hij. Kaas! Haal die man hier weg.